Ik loop hier nu in Schiedam en ik ga deze week rugby kijken bij een echte powervrouw. Ze heeft goud gehaald op de Europese Spelen en afgelopen keer in Rio een zilveren medaille weten binnen te slepen. En er zijn wel wat overeenkomsten met deze sport en rugby. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wij gaan aanbellen bij Noushka Fontijn. Kijken of ze open gaat doen. Hallo! Hallo! Mag ik rugby kijken bij je? Tuurlijk, kom verder. Kijk! Nou, dit was het moment dat de zilveren medaille in de pocket was. Zilveren medaille. Olympische zilveren medaille. Waar is hij? Olympische zilveren medaille. Ik heb hem hier. Kijk. Hij gaat nogal vaak van hot naar her. Heb je wel eens eerder rugby gekeken al? Ja. Ik vond het ruig. Dat vooral. Ik vond het hard. Met de WK toen heb ik wel wat dingen gezien op televisie. Ja, leuk. En dan zie je soms letterlijk gewoon dat bloed over die koppen stromen. Ja, dat heb je bij het boksen ook wel eens. Maar ik vind in het rugby ook wel mooi hoe daar dan vervolgens mee om wordt gegaan. Inderdaad van even een tapeje erom en weer door. Het gaat hard. Het is een contactsport. En dat is met het boksen ook. Wat zie je verder aan overeenkomsten? Nou ja, wij met het boksen zijn natuurlijk eigenlijk vooral bezig met stoten. Maar we hebben heel veel momenten dat je tegen elkaar komt. Meestal ongewenst. Maar dan heb je ook een soort clinch die je natuurlijk in het rugby ook hebt. Gewoon een één-op-één gevecht eigenlijk. Van wie is er sterker? En dat is wel mooi om te zien. Hey, en blessures? Ik bedoel, blessuregevoelige sport. Wat maakt dat jij toch elke keer weer die ring instapt? Ik heb best wel geluk met blessures, denk ik. Mijn handen wel een paar keer gebroken. En dat is wel ellendig, want dat duurt toch allemaal weer langer. Dan denk je, nou, 3 weken gips misschien en dan kan ik toch daarna weer. Maar dat duurt langer en daar moet je echt geduld voor hebben. Yeah. En in het verleden heb ik mijn wenkbrauwen wel eens open gehad, meerdere keren. En op een gegeven moment zeggen ze van, ja, dat kunnen we niet blijven hechten. Okay. Dus daar hebben we nog een kap op. Yeah. En dat voorkomt eigenlijk dat die wenkbrauwen heel de tijd open scheuren. Yeah. Dat je dus met die hoofden tegen elkaar komt, er zit nog een rubberen rand tussen, zeg maar. Maar de mannen nu sinds die regel 2 jaar geleden of zo is gedaan, dat zij geen kap meer hebben, ja, hebben ze allemaal scheuren. En elke wedstrijd ligt dat bijna wel open. Dus dat, maar mag het ook niet meer, die kap? Door bij rugby mag je een scrum cap op. Of je doet geen scrum cap op, maar is je keus. Nee, dat mag niet. Oh joh. En bij de dames gaat het er nu ook af, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, hoe dat dan bij ons gaat. Of dat ik dan ook elke week weer met een gat in mijn kop. Dus eigenlijk is het, net als bij rugby, de enige bescherming die je hebt is je bitje. En je handschoenen bij jullie dan. Ja, en dat bitje is ook niet echt waterdicht hoor. Want dat is ook wel eens, ja, als je tong ertussen zit of je onderlip. Dat is natuurlijk eigenlijk een bitje van boven. Ja, ik ken het, ja. Nou ja, dan kijk je daarna ook in de spiegel. Dan is het helemaal blauw. Dat is soms je hele mond vol bloed. En je dan in de spiegel kijkt, dat je denkt, wat zie ik eruit. Waarom ben je op ballet gegaan? Ja, ik ken het. Ik ga leren hoe ik tegen zo'n stootkussen hard moet hitten. Mm-hmm. En dan ga ik jou een tackle leren. Oké, deal. Ja, netjes. Oké, nou een combinatie van 4. Netjes, mooi. Ik heb de bal vast, ik ren langs en jij tackelt me die kant op. Ja. Ik doe een sidestep en ik... Oh, bam! En ik word getackled! Je hebt al een medaille op de Europese Spelen gehaald. Je hebt al een medaille op de Olympische Spelen gehaald. Allemaal in het boksen. Ik kom een keer trainen. Laten we het daar eerst bij houden. Goed?